Een hele goede morgen. Het is de eerste van een nieuwe maand. Een nieuwe maand. Weet nog dat ik vorige maand heb gezegd: ja, het is de eerste van een nieuwe maand. We hebben een best wel lekkere Augustus achter de rug. Laten we eens kijken wat september brengt. Nou, die was niet uh, al te best. Maar zoals elke dag kunnen we nog steeds beginnen met een bakje koffie. En nog steeds lekker een livestream doen. Dus we mogen niet klagen. In de stream. Vandaag, wij hebben het over uh, de inflatiecijfers. Uh, inflatie 17,1% is geschat uh, voor september. Maand op maand, hè? Maand op maand, ja. uh, Is een hoop. Is een hoop. Dat is veel. En als mensen die cijfers <laughs> zien, dan denken ze natuurlijk ook meteen: oh jee. Uh, dat is uh, niet normaal en dat is het ook niet. Uh, ik ben eventjes in de cijfertjes gedoken en ik ben gaan kijken: kan ik iets vergelijkbaars vinden? Kan ik iets vinden uh, waar ik dan voor mezelf iets van houvast kan creëren? En we hebben, uh, ik wist van de oliecrisis, ik wist alleen de cijfers niet uit mijn hoofd. We hebben in 1973 tot 1974 hebben we uh, een tekort gehad, een bewust tekort gehad aan uh, olie wereldwijd. Mm. Heeft ook gezorgd voor hele hoge inflatie. En wat ik een opvallende vergelijking vind met de situatie waar we dan nu in zitten. De situatie waar we nu in zitten valt en staat eigenlijk alleen maar met uh, de gasprijzen. De, de energiecrisis. Die zorgt eigenlijk voor de torenhoge inflatie die we op dit moment hebben. En uh, de, 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 ja, de, de, hogere, uh, de hoogste inflatie die we hebben kunnen vinden hieronder. Dat was een crisis die dus ook te maken had met een grondstof. Ja. Dat vind ik een opvallende vergelijking. We hebben natuurlijk de dotcom-bubbel hebben we gezien. We hebben de kredieten, hebben we gezien. Ja. Maar in die situaties is de inflatie helemaal niet zo heel gek hoog gestegen. Of helemaal zo gek gegaan. Op jaarbasis hebben we het dan over. Uh, maar als je dan kijkt naar uh, 73, 74. Ja, is het gewoon heel opvallend dat het uh, daar dus ook een torenhoge inflatie was. En dat het ook te maken had met een tekort aan grondstof. Mm. En dat is uh, waar we deze stream eventjes over willen hebben. Want het is wel een opvallende vergelijking. Uh, we gaan naar stagflatie. Ook toen was er stagflatie in 1974. Uh, de Arabische landen gingen de olieprijzen verhogen met 70%. Ze gingen elke maand de productie terugdringen met 5%. Om een, ja, de exponentiële stijging van de olieprijs uh, te pushen. En de, 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 ja, de Amerika, de westerse landen, Nederland ook, uh, daarmee te pakken op die manier. Uh, zullen we gelijk even richting wat cijfertjes duiken? Want het is wel uh, ja, grappig. Oh, het is niet het cool juiste woord misschien Kom op dit maar. moment. Maar het is wel. Uh, leuk om even naar te kijken, uh, om, om even inzichtelijk te krijgen waar we het dan over hebben. Dit zijn de inflatiecijfers uh, van Nederland jaar op jaar. Ja. Uh, en als je dan kijkt naar inderdaad 73, 74, in 74 was het het hoogst, uh, 10,89. Ja, en we zitten nu op uh, 17,1. Dat is dan op uh, maandbasis, niet op jaarbasis. Maar het geeft wel even aan dat. Uh, de situatie, want we hebben even in de titel gezet: doemscenario. Is het een doemscenario? Ja, het is, het is uh, ja, een, niet, niet een heel positief scenario. Laten we het daarover hebben. Komen we eruit? Uiteindelijk kom je hier ook weer uit. Alleen uh, ja, gaat dit wel even duren? Want je ziet hier ook dat het een aantal jaren geduurd heeft voordat je uiteindelijk weer op het niveau zat. Zoals eigenlijk ik ze heel mijn leven heb gekend. Want ik ben uit 1990 en eigenlijk vanaf 1990 tot. Nu is het allemaal redelijk normaal geweest. Dit soort cijfers hebben wij nog nooit gezien. Jij ook niet, volgens mij, als ik de charts zo zie. Ne? Ja, maar je kan ook de vraag stellen: is dat dan dus wel normaal wat wij al die tijd hebben meegemaakt? Ik snap dat het voor de hele lange periode zo is gehouden. Uh, maar was dat sustainable? Kijk, ik zie 2-2-2-1-2-2-2-2-2-4-2-1-1-1-2-0. Weet je. Ja. Mm -hmm. Ja, en als je dan een uitschieter ertussen krijgt. Uh, de com bubble en de, de kredietcrisis. die hebben we misschien ook kunstmatig een beetje gemanaged. En eigenlijk is vanaf toen ook een beetje het, 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 het bijprinten van geld. Ja. Um, vergeet hey. niet, 1974, 1975. uit mijn hoofd ook even. Uh, loslatend gouden standaard, hè? Ja. Dat ja, is dezelfde ja, ja. periode. Ja, maar dat is het. Eigenlijk, en daar hebben we het met Bart toen ook in de video over gehad. Ik en Mike, het loslaten van de gouden standaard. Toen is eigenlijk uh, ja, de ellende tussen... Toen zijn mensen op... gaan lopen tweaken. Ja? Oké, okay, we gaan het bijsturen. Dat zie je hier ook. Dat is heel lang goed gegaan. Dus monetair beleid, ja, wat je ervan vindt, weet niet. Het, we hebben heel lang best wel stabiel geleefd. Ja, nu hebben we in één keer een, een crazy uitschieter. Ja. Ja. ja, een crazy uitschieter. En die gevolgen die ga je voelen. Die gevolgen die, die, ga, die ga je voelen. Die beginnen bij de energie. Want als je nu de energie... Uh, buiten de inflatiecijfers zou, zou die een stuk lager zijn. Het probleem is alleen, je hebt energie overal voor nodig. Dus werkelijk alles wat daarboven in die keten zit, en dat is alles, want je hebt voor alles energie nodig, dat wordt duurder. Hm. En zo gaat die zijpot, die inflatie, door. Ja, ik zie autoloze zonwagen, Ja, dat was er ook uh, in 1974 uh, werden die ook uh, in het leven geroepen. Of Tenminste, ze zijn al eerder in het leven geroepen in... Uh, was het niet ja, maar dit ver, is zo, zo lang geleden. Maar, ik, toen was ik er nog ineens. Maar wat de fuck? Toen was je er nog ineens. Ja, maar dan kan je nagaan hoe... Nee, maar... Kijk, we hebben, het, we hebben even zitten denken. Moeten we het worm scenario gebruiken? Maar dit is toch zo'n uitzonderlijke situatie. Dit ja. heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, maar dit is een, uh, een doom-scenario. En komt een doom-scenario nooit meer goed? Ja, uh, dit scenario hey, dit komt ongetwijfeld uh, ook weer goed. Het is toen ook goed gekomen. Alleen... Het is weer een hele andere situatie. En het is een opvallend feitje dat het weer te maken heeft met een grondstof. Ja. Uh, wat eigenlijk de leidraad is binnen uh, de stijging van inflatie. Uh, maar ja, er is op dit moment gewoon heel veel aan de hand in de wereld. En ik denk dat uh, als je rust terug wil krijgen, dat ja, die energiecrisis uh, prioriteit nummer één is om de inflatie terug te dringen. Natuurlijk uh, kan je rentes gaan verhogen en zo. Om dus het te gaan tweaken, wat je net ja. ook al zegt. Want dat is ja. waarom ze dat doen. Ja. Dat is de reden waarom de rentes nu verhoogd worden. Om dit te proberen te tweaken. Ja. Door die rente te verhogen, ho hopen ze dat ze de inflatie terug kunnen dringen. Maar uh, die ene weegt veel zwaarder ja. op, uh, op de inflatiecijfers dan uiteindelijk dat stukje rente, denk ik, op dit nou moment. Ja, ze, proberen, ze, ze, probeer, ze, ze lossen het probleem niet op. Ze gaan via een omweg het proberen te corrigeren, en ja. dat werkt niet ja, ja, ja. Uh, die 17,1 was op maandbasis Bas. Ja, Dat zeiden we net ook al. en uh, de cijfers die we hier zien, maandbasis. dat zijn uh, cijfers van jaar op jaar. Ja, ja. dus uh, daar zit natuurlijk wel een verschil in. maar ik bedoel alleen maar aan te geven dat het hier, uh, ja. nee, maar je hoeft niet was, een raket wij... geleerd te zijn ja. om te zeggen dat dit niet normaal is. Nee. dit is gewoon helemaal crazy. dat nee, is het. Uh, dus ja, ik denk dat het ook wel uh... Goed is als we even kijken naar uh, de cijfers van uh, 3,74 toen de tijd uh, op stoks op aandelen. Ja. Want dat is wel een, uh, een dingetje natuurlijk, want dat is toen ook allemaal in elkaar gedonderd. Ja, je kan, weet, je, weet je wat het is? Kijk, dat is het voordeel dat je... Uh, uh, historische prijsactie kan Ja, zien. nee, ja, je historische prijsactie, trainingview, laat het je allemaal zien. En dan moet ik hem echt op de week echt zetten, anders zien we hem nog ineens meer. Uh, kredietcrisis, huizencrisis, bubbel. Um, even kijken, van top naar low. Um, 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 staat op de week 900 dagen ongeveer. Uh, dit was 500 dagen. De, de, we zitten er nu echt een stuk korter in. Alleen de daling is ook wel serieus. Bijna. Ja, ik, ik, ik vind dit ook wel grappig. Ik ben benieuwd Kleine wat jij jaartje. daarvan denkt trouwens, Chris. Want ik zie zeggen, HZ zegt. Er zijn genoeg economen die dit al jaren aanzagen. Of die dit al een paar jaar aanzagen komen. Wij zagen ook toen we in corona geld bij gingen drukken dat het niet goed was. En dat uiteindelijk uh, dit slecht voor de economie was. Maar dit, wat er nu gebeurt met de energiecrisis en met de gastekorten... ...en waardoor de inflatie werkelijk zo hoog is, dat had niemand nee, aanzien maar komen. Dat is altijd Want niemand wist dat er een oorlog nee. ging komen en niemand wist dat er een gastekort ging komen. Niemand. Dus dat uh, uiteindelijk uh, de ellende allemaal is zoals die nu is door dat bijdrukken van geld... ...dat wisten wij ook, dat zagen wij ook aankomen. Dat scenario... Dat wisten economen. Daar hoef je geen econoom voor te zijn om dat te weten. Nee, want maar dat wisten wij ook. Kijk, als je gewoon een grote chart erbij pakt... en dan pak ik de, deze, is extreem. Maar zelfs van die laatste, die was al extreem. Dan weet je toch ook, vroeg of laat... dan houdt de muziek een keer op... en dan gaan we een keer de andere kant op. Zo is en dat. En wat de reden daarvan is... want er wordt altijd een, een, nieuw, een bijpassend nieuwsfeitje feitje... dat is niet belangrijk voor een trader sowieso. Uh, je weet dat dat ding terugcorrigeert. En er zijn geen uitzonderingen. Die zijn er gewoon niet. Die bestaan niet. Dus het gaat altijd een keer weer naar beneden. Uh, maar long term gaat het omhoog. Uh, waar was ik naar nou op zoek? Uh, 74, uh, 73, wat was het? 73. Ja, was we... ik denk qua percentage was die wel echt insane. Ja, maar min 50%. Het ga gaat ook om de bewegingen. Uh, Toen, tussentijds. Klinkt heel raar, maar dit is eigenlijk gezonder. Dit je, wil je liever zien als wat je. ...de afgelopen tijd heb gezien. Maar vooral dit. Weet je, dit is echt niet... Euh... Ja, eh, dit is gekte. Dit is FOMO. Hoe moet je dat omschrijven? Uh, en ook de periode in de aanloop naar de dotcom-bubbel was uh, insane. Die begon al eerder. En dan begon hier al die gekte. Uh... Ja, dit is prijscyclus. Dit is niet bijzonder. Dit is redelijk normaal in een economie. Dit komt ook regelmatig terug. Um, en iedere dag dat je nu wat verder daalt is een, is een stukje dichter bij de bodem ja, en, anders kan ik het niet omschrijven en ik zie uh, veel verschillende dingen dan voorbij komen in de chat iedereen heeft natuurlijk zijn eigen gedachten daarover en zijn eigen kijk erop uh, uh, be aware zegt ik denk dat het wereldoorlog drie scenario erger is dan de kredietcrisis of de dotcom bubbel nou ja, heel de wereld is op dit moment in conflict met uh, elkaar dan wel met Rusland, dan wel met China dan wel met er gebeurt genoeg in de wereld op dit moment. Kan je het een oorlog noemen? Nou, er is zeker een conflict uh, tussen allerlei landen op dit moment. Uh, dat is weer een heel ander scenario dan dat we in een kredietcrisis of in een dotcom bubble hebben gehad. Uh, ik zie AFCA, uh, THFC, hele mooie naam. Uh, de economie gaat altijd in cyclussen, ongeveer 8, 9 jaar per cyclus, snap ik. Maar dit is weer een heel ander scenario dan de normale gang van ja. zaken met cyclussen. Dit ja. is weer een heel ander situatie waar we in zitten. Ja, weet je wat is, ik vind het is? Ik heb altijd problemen. De prijsonderliggende de prijsopbouw, daar kan je gelijkenissen in vinden, maar uh, pak die 74-crisis erbij, pak die bubble erbij, pak die kredietcrisis erbij. Er zijn overeenkomsten, maar ze zitten dichter op elkaar. Er zit weer dit, weet je, dat, dat ja. is, het geeft geen waarde voor in de toekomst. Ja. Misschien duurt deze crisis wel... Uh, misschien is die vol volgende week afgelopen. Dat kan. Dat weet je uh, niet. Dat kan. Dat kan. Maar ja, er gebeuren gewoon hele gekke dingen in de wereld. En ik zie uh, Infrared zeggen Wereldoorlog 3. Uh, World War 3 lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Maar je kan niet onder stoelen of banken steken... dat er overal en nergens... rommelens uh, en conflicten zijn. Er worden ook op uh, niet-Russisch grondgebied... worden daar uh, pijpleidingen onder water uh, opgeblazen. Uh, daar worden landen geclaimd... wat helemaal niet... Uh, wettelijk toegestaan is. Hij zegt gewoon zo: dit, dit en dit. We hebben dat even gestemd. Dat is nu van mij. Ja, dat kan eigenlijk helemaal niet zomaar. Maar hij doet het toch. Weet je, er gebeuren hele gekke dingen in de wereld op dit moment. Uh, en dat, is, dat zorgt voor een hele andere situatie dan uh, in de voorgaande twee crisissen. Dus uh, andere situatie, andere tijd. Komen we hier uit? Ja, we komen hier ook weer uit. Alleen hoe, wanneer, hoe laat? Geen flauw idee. Dat gaan we zien. Dat kunnen wij ook niet weten. En ik ben niet. Uh, uh, nou Zelfs als je lid bent van de politiek, dan uh, weten ze dat ook niet hoe je hieruit komt. Uh, maar we gaan hier uiteindelijk uitkomen. Alleen hoe, wat en wanneer? Nou ja, maar ik heb me daarom mezelf aangeleerd om, uh, om dat soort zaken niet te, druk te maken. Ik heb er geen invloed op. Ik kan er toch niks aan doen. Ja, gebeurt het wel, gebeurt het wel. Gebeurt het niet, gebeurt het niet. Ik kan het niet ik, kan, ik, heb ik ben als individu daar een te klein persoon voor om daar verandering aan te brengen. Dus ik focus me op mezelf. Nee, is ook zo. Weet je, dan blijf je gewoon veel rustiger, heb je veel meer controle. Uh, ja, meer kan ik niet doen. Yep, yep, yep. Uh, eens even kijken hoor. Wat zien we allemaal in de chat? Ja, nee, ik snap echt wel dat dit voor uh, onrust zorgt bij uh, heel veel mensen natuurlijk. Het zorgt voor een hoop uh, nou ja, stress. Moet je er stress van hebben? Je kan er nadenken Ja, over maar dat, denken, dat bedoel en... ik juist. Ik denk, ja, dat die stress. Je, tuurlijk, je kan, je kan er niet, niet aan denken, nee. weet je? Nee, 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 nee. Maar je kan het wel een, een minder belangrijk plekje geven, want je kan er niks aan doen. Nee. En uh, mijn opa die zegt altijd: Stel Kijk, dat dat dus gebeurt. Ja. En ze gooien hier een bom op en alles is plat. Ja. Merk je niks van? Hoor. Nee. Dat zegt mijn opa altijd. Ja, en dat ik, kan, is wel... ik kan nu een kelder gaan graven onder mijn woning, maar ja, wie heb ik er dan mee? Weet, dus, weet je? Nee, het, en, en zo, uh, <laughs> zo ver zit je helemaal niet. Gelukkig, laten we dat vooropstellen. Maar het, het punt wat we hiermee willen maken is: meer focussen op dingen waar je wel controle op hebt. Dus in deze tijden. Uh, en dat, dat, daar hoef je ook geen raketgeleerde voor te zijn. In dit soort tijden kan je het beste uh, investeren. En natuurlijk zeggen mensen: ja, maar ja, als ik geen geld heb, ja, oké, okay, tuurlijk, dat is een heel ander verhaal. Maar als je wil investeren, dan heb je blijkbaar geld. Want als je niet geen geld hebt, kan je niet eens investeren. Ja. Uh, dan zijn deze periodes uh, keer, op keer, op keer, op keer op keer, op keer gebleken, de beste periodes om daarmee te gaan beginnen. En ja. uiteindelijk als dadelijk, nogmaals, de datum weet je niet. Maar als dadelijk uiteindelijk ja, alles weer. Normaler wordt, ja, dan pluk je hier alleen maar de vruchten van. Ja, dan is uiteindelijk dat waar je wel controle over. Ja, hebt. Dat moet je niet uit het oog verliezen. Alles wat je nu zei, dat krijg je dadelijk drie, vier, vijf, tien dubbel terugbetaald. Ja. En dat hebben we nu keer op keer meegemaakt. Kan het misschien nu wat langer duren? Ja, het zei zo. Ja, dan, dan, dan moeten we die rit maar even uitzitten. Ja, ja, ja. Ook een groot verschil inderdaad met... zeventig. Uh, Toen was er geen internet. Nu kan iedereen alles live volgen. Is ook anders inderdaad. En ook daardoor. Dat, is ook een, dat geeft ook een negatieve lading dat iedereen alles maar kan volgen. Omdat mensen zichzelf daardoor ook gek kunnen maken. Want het is hetzelfde als je ergens een bult hebt, zeggen ze: Google, ik heb een bult. Ja, je hebt kanker en je gaat overlijden. Dat nou. is wat er vaak uitkomt. Nou. Ja, internet maakt mensen ook helemaal crazy. Hè? Het, is ook, het geeft ook vaak een negatieve lading aan aan mensen. Want ze kunnen inderdaad alles volgen. Ze kunnen alles zien. Maar niet alles wat ze lezen, is ook waar. Maar ze nemen wel alles wat ze op Facebook zien voor waarheid aan. Ja. En daar maken mensen zich helemaal gek mee. Dus je kan dat soort dingen beter loslaten. Je daar niet op focussen. En je focussen op dingen waar je wel controle over hebt. En waar je wel de feit van op een rijtje hebt. Want alles wat op het internet of op het Facebook staat... wil niet zeggen dat het ook waarheid is. En heel veel mensen maken zich daar helemaal gek mee. En daar heb je niet zoveel aan gewoon. Nee. Goed. Waar je wel wat aan hebt zijn uh, charts. Uh, daar gaan we uiteraard weer even naar kijken. We gaan even de beursen doorlopen... Ik zal zeggen, drop even in de chat wat jullie graag willen zien vandaag. Gaan wij dat weer meenemen. Uh, wij gaan volgende week denk ik een uh, update maken van de altcoin portfolio. Want ja, we hebben ook nog steeds altcoins. We hebben daar een paar positietjes uh, bij gekocht. Uh, en we hebben daar weer een aantal veranderingen in doorgevoerd. Um, en nee. Het is dit keer niet zo uh, simpel als uh, Bitcoin en Ethereum, want dat is lekker safe. Nee, het is een altcoin porto en er zijn ook wel een paar altcoin posities bijgekomen. Um, dus dat gaan wij deze week weer met jullie delen. Ik zal nu zeggen, drop in de chat wat jullie graag willen zien. Smash even op het duimpje, abonneer voor het kanaal en ik ga meeschrijven met wat jullie willen zien. Even kijken. Uh, Ix ging gisteren eigenlijk helemaal niet zo slecht, maar dat kwam uh, omdat Amerika nou ja, de deus overlapt, dus uh, nog open was en pas aan het eind van de dag wat meer uh, ging wegzakken. Uh, maar hier redelijke cijfertjes, nog kleine opleving gezien. We zien dat ook wel op de chart. Hè. We zien best wel het verschil tussen een Ix en een S&P. Een S&P die nu echt door het putje gaat, echt levels verliest, echt de los is verloren ook. Uh, dus dat is wel interessant. Wat ik ook heel erg interessant is, is dat we sommige Europese beurzen dus redelijk staande zien houden. En dat we bijvoorbeeld ook een bitcoin zien die, nou ja, ondanks het geweld in Amerika toch redelijk overeind blijft. En dat vind ik wel uh, een, uh, een apart feitje. Hebben we natuurlijk de laatste livestream over gehad. Is nog veel te vroeg om daar conclusies aan te trekken, maar het is wel uh, uh, interessante informatie in ieder geval. Zien we gekke dingen hier. Uh, ik, zie wat, uh, ik zie wat vastgoed bij de stijgers staan. Ehm... Uh, ja, voor de rest niet hele gekke dingen, toch? Het zijn een beetje de daders van de dag daarvoor. Uh, maar het was een redelijk goed dagje. Bij de daders staat niet zo heel veel hoor, Basic Fit, Unilever. Ja. Um, als we dan kijken naar Amerika, ja, daar wordt het rood. Uh, Nike, min 13 procent. Ja, dat is, ja, dat, dat is, dat is niet... Uh... Vandaar dat die aangevraagd werd. Nee, ehm... Um... Amerika, daar komen ook uh, hele mooie boeken en hele mooie motivational speakers vandaan. Ik zie ook voorbij komen in de chat. Uh, is precies wat ze uitleggen in de serie Eat the Rich op Netflix. Ben je zeker eens bekijken? Wij krijgen heel vaak krijgen wij dat soort, uh, ja, zoals de mensen weten die ons al langer volgen, wij lezen eigenlijk helemaal geen boeken en dat soort dingen, zeggen ze als wij een uitspraak doen. Ah, je hebt zeker dit en dit boek gelezen. Want daar en daar zeggen ze ook zoiets. Nee, ja, wij zeggen de dingen omdat ze zo zijn en dat ze dat dan in een boek ook noemen, dat noemen ze op die manier omdat het zo is. Ja. En dat wil niet zeggen dat wij ook dat boek dan hebben gelezen of zo. Ja, ik vind ook heel vaak met uh, documentaires. Ik heel soms ik aan beginnen. Maar ik vind. Uh, ik mis het altijd dat, het, dat een documentaire echt do neutraal is. En volgens mij in de basis is dat wel de bedoeling. Je voert altijd al gelijk een suggestieve ondertoon. En dat vind ik altijd vervelend. Maar uh, ja, misschien is het wel waard om een keer te kijken. Um, maar ik was bezig met Nike, min 13%. Adidas, hun grootste concurrent, gaat ook al de hele tijd uh, flink naar beneden. Dus ik denk wel dat het een interessante sector is. Even kijken naar de ratios misschien. Uh, maar dat zou een, een toekomst want je investeert nu niet voor het nu. Want we weten allemaal dat het kut is. Dat het kloten gaat en dat de bedrijven minder verkopen en dat de earnings omlaag gaan. Het gaat erom, jij ja, koopt nu voor over hoe het bedrijf daar een paar jaar, over een paar jaar bij staat. En dat moet je echt realiseren. Dat is ook voor Bitcoin. Jij koopt niet Bitcoin voor hoe die er nu voor staat. Jij koopt Bitcoin voor 2023, 2025, 2030. Weet je, zo moet je echt gaan nadenken. Um, ja, wat zien we nog meer bij de laatste? Ik zie heel veel. Ja, en ik uh, had het in de chat ook al even gezegd, maar Ed zegt dit is niet te vergelijken met uh, de jaren 70. Toen was gas en licht, gewoon normale prijs. kon je overal zwart werken en hypotheekrentes van 15 tot 17 procent. De enige vergelijking die wij maken, is dat de inflatie toen ook gedreven was door een grondstofprobleem. En dat is waar we nu ook uh, mee zitten. Ik zeg niet dat de situatie hetzelfde is. We hebben zelf letterlijk net gezegd dat het een totaal andere situatie is. Ja, maar je moet de situaties alleen, dus nooit vergelijken. Alleen uh, de inflatie waar die vandaan komt. Ja, is wel gedreven door grondstof, net zoals toen de tijd. En dat is het enige wat we, wat we net aanhouden. Even kijken hoor. Apvi gaat redelijk uh, Philip, uh, naar, naar beneden, bedoel ik dan. Hè. Philip Morris gaat naar beneden. General Motors, Boeing. Oké, okay. Walt Disney, oké. Okay. Ja, ik zie op zich best wel interessante plays. Apple ook bij de dalers. Dat is misschien een van de, ja, toch nog, toch nog iets verder misschien. Oké, okay, ik zie bij de daders best wel de interessante dingen. Bijvoorbeeld een Boeing of zo. Ja, daar ben ik wel toch wel gecharmeerd van de lange, de lange termijn. Uh, General Motors misschien. Ja, het zou, zou je even toch naar de cijfers moeten kijken. Ja, ik zie wel weer leuke dingen voorbij komen. Intel staat op 1997 niveaus. Kunnen we straks ja. ook zeker ja, even nou ja, kijken? Ja, en hebben we hebben al gekeken waar we over de chipsector denken. Nou, we kunnen zeker naar Nike kijken, uh, Boomsie. Ik zie hem heel veel aangevraagd worden. Kun je eens naar Nike kijken? Weet je niet wat daar gebeurt en waarom? Ja, waarom en wat er daar gebeurt weten we ook niet. Maar charttechnisch kunnen we zeker wel even kijken. Ja, wat maar er dat bijvoorbeeld. Kijk, je hebt, je, hebt, je hebt andere termijnplays. Bijvoorbeeld, wij hebben ook uh, net na de afstraffing, net na de crazy daling van Netflix, hebben we Netflix gekocht. We zien dat het nu al langzaam gaat gainen. Waarom? Dat je, omdat je op middellange termijn uh, de verwachting hebt dat ze het gewoon weer goed gaan doen. Uh, je ziet gewoon dat dat uh, abonnee-aanstal uh, weer een beetje stabiliseert. En ze hebben de ene hitserie naar de andere hitserie. Nou, dan denk ja. ik al, dat is kassa. Dat is gewoon hoe money verdiend wordt. Uh, dus trekken dan weer meer mensen richting Netflix. Dat is een meer short, medium term voor aandelen. Hè. Short term voor aandelen is nog steeds weken, maanden, uh, misschien wel tot een jaartje. Dat is de place waar je dan in gaat. Maar waar heb ik het bijvoorbeeld over een Intel, over een, uh, een Boeing, dan heb je het echt over herstel van de economie of herstel van vraag, ja, dat kan vijf tot tien jaar duren. En dat zijn veel long-term plays, en dan moet je minder zorgen om maken. En dat onderscheid moet je ook wel kunnen maken. Vooral binnen aandelen geldt dat wat meer. Uh, aandelen, ja, de, uh, in de crypto heb je die vergelijking niet. Dan heb je Bitcoin en, en altcoins, en we weten altcoins zijn nog volatiel zijn als de Bitcoin. Maar als de Bitcoin niet echt iets doet, dan ben ik er altijd nog steeds van de overtuiging van. Dan gaan de altcoins ook niet heel veel doen. Nou, ik heb hier even. We zitten in uh, het is vandaag 1 oktober. Dit is begin uh, Q4. Dus we hebben drie kwartalen achter ons. En ik heb hem even op de year to date gezet. Ja, dit is on ons, uh, hoe ons jaar eruit ziet. Ja, wat valt erop? Energie heeft het sowieso goed gedaan. De grote jongens hebben allemaal ingeleverd. Terwijl aan het begin van het jaar echt nog werd gezegd: ook nou ja, die houden de, 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 de boel wel een beetje drijvende. Je ziet ook dus dat die nu gaan terugtesten. En dat is de echte reden. Dat de SP nu ook terugvalt. Want al die andere bedrijven, bijvoorbeeld een en een, een, een een Netflix die ik er net al aan, uh, aanhaalde, die waren al aan het dalen. Die hadden de daling al ingezet, ook bijvoorbeeld een Facebook en zo. En nu komen de grote jongens eraan, die hebben zulke zware wegingen en daardoor gaat die SP nu omlaag. Ik zie hier ook het uh, pijn bij banken vind ik op zich wel een interessante sector. Uh, de grote jongens zijn sowieso in, interessant om langzaam in te schalen. Hè. Uh, maar daar, daar, is, daar is overal pijn. Uh, en Vira min 60. En, uh, Intel min 50, inderdaad, chipsector Ook interessant. Jullie weten hoe we daar long term over denken. Uh, maar dat, zijn, dat is data en cijfertjes wat je mee moet nemen. Zuid-Amerika gaat op zich wel redelijk hoor het afgelopen jaar. En uh, de rest van de wereld zien we eigenlijk wel gewoon veel pijn. Oké, okay. crypto's. Uh, we lopen er lekker doorheen. 19.3, 19.4. We hebben gisteren heel even 20k aangetikt, toch? Even piep piep. Heel kort. Um, long en short uit de livestream gevuld. Dus dat is gewoon geld verdienen. En dat is hoe we dan weer meer richting bitcoin gaan. Dus aandelen is long term. Bitcoin ook wel long term. Maar daar komen we weer bij het treden uit. Ja, we hebben gezien dat year to date was gewoon slecht. Het uh, maakt niet uit waar je het he, in ge, uh, geïnvesteerd hebt. De enige... Het enige waar wij ons nu nog mee bezighouden is accumuleren van meer. Het vergroten van. En welke positie je dan wil vergroten, dat moet je zelf kiezen. Uh, maar door middel van treden proberen wij nu onze positie te vergroten. En dadelijk in de volgende cyclus moet dat gevoed worden door prijsstijging. En daar verdien je het echte geld. Dus nu het uitbouwen van positie is het allerbelangrijkste in investeren en treden wat er is. Uh, en dat doen we dus met die, uh, die uh, tussenliggende swings of day trades. Hoe je dat doet, dat moet je zelf kiezen. Um, Ethereum 13,50 uh, 13, hebben we even rondgestaan. Uh, BNB, nou, best wel saai, doet niet zo heel veel. 280, technisch gezien ligt hij er wel sterk bij. Alleen ik vind hem heel erg toppie, dus risicovol. Um, XRP, ja prijsactie is er wel geweest deze week. Maar de echte blow-off, de echte expansie, die blijft een beetje uit. Um, zitten we trouwens ook in een trede, hebben we ook gedeeld. Solana zitten nog in positie. Ada, die is echt uh, nippertje van uitstoppen. En uh, ik heb het ook al. Ik raak hem niet meer aan daarna. Dan heeft hij het voor mij echt afgedaan. Uh, interessante dingen. Ja, er gaat niet echt iets Jacko hè. Dat past ook niet bij de markt hoor. Dit, dit is echt. Maar, dit is echt Beermarkt wat we nu meemaken. Er zijn niet echt crazy runnetjes of zo. Volume is laag. Vroeger keken jullie vaak naar desktop metal. Kunnen jullie daar vandaag weer eens naar kijken? Ja, daar keken we veel naar, omdat het heel veel aangevraagd werd in de coronatijd. Maar ik schrijf me even op. Zelfs bij de kleinere altcoins, niet, niet echt de crazy runners. Oké, okay, dat was hem. S&P, uh, hebben we het er net over gehad. Uh, short term, loos, niet low. Um, wat ik al heb gezegd. Uh, het meest uh, voor de hand liggende is ergens hier een bounce, hoe hoog, weet ik niet. Uh, dat witte lef hebben we volgens mij eerst aangehaald. Dat is een redelijk lef. En als je dat ziet, heb je echt best wel zo'n rally. hoor. Dat is echt een beermarkt rally. Um, dan zou je steun moeten vinden op dit soort levels. Dus hier zie ik wat uitbraak. Um, toenmalige high. Dit is het genen van die high. Dan wel door middel van een bepaalde constructie. Um, als je dat terugtest verwacht je daar support en dan heb je daarna de expansie gezien. Dus dat is dan gewoon een retracement. Uh, dat is denk ik voor dit moment het meest voor de hand liggende scenario. Ik kan even kijken of ik hier een leveltje kan plaatsen. Het liefst op een hele hoge tijdscherm. Dan komen de candles wel lager te liggen. Ja, zo. Een beetje de weekly afbakening kan ik wel iets week, uh, daily iets hoger erbij zetten. Deze vind ik wel nice. Ergens in dit gebied. Daar verwacht je gewoon een bounce. En dat moet een serieuze bounce zijn. Dat moet echt een bounce. Uh, in ieder geval richting de drop-off zijn. En dat verschil tussen de drop-off en de witte lijn is niet meer heel erg groot. Maar dat zou, dat zou echt merkbaar moeten zijn in je portfolio. Dus ook interessant voor short-term hè, Waar we het net over hebben gehad. Als we dat dan even doortrekken naar Bitcoin. Want ik denk, ik neem deze even mee. Dat ding staat open. Hebben we hier nog iets? Het is een flush scenario. Maar volgens mij hadden we hier ergens nog die. Treetjes staan, toch? Ja. Livestream-treetje hebben we aangehaald, hè. Half procentje risk. Dat was de long. Nou, uh, ja, niet een heel groot treetje, maar wel heel mooi gevuld, hè. Je wil dat ze zo gevuld worden, dat is nice. Wat was dit? Dit was een... Nou, ja, dat was een vrij behoorlijke treet. 4,7, 4,8 procent. Daarna hebben we ook aangehaald... Heb ik volgens mij op Twitter of in de livestream meegenomen. Short. Short levels. Eigenlijk had ik er drie meegenomen. En als je dan in het midden zit, zit je eigenlijk altijd wel redelijk goed. Drop-off point hier. En dat was een mooie short. En die was wel gewoon een volledig procentje. Uh, bijna dezelfde waarde. 4,5% naar beneden. In die twee trades. Heb je al rendement kunnen maken. Waarschijnlijk voor twee, drie weken games. En dat zijn twee trades En die komen gewoon, die worden gepresenteerd uh, binnen een dag. Weet je? En dat, die, dat, dat soort dagen heb je soms. Soms heb ik zeven dagen. Ja, dan maak je gewoon geen lekkere trade. Je wordt teruggevuld. Je wordt gefront. Je wordt zelfs uitgestopt. Ja, part of the game. En dan heb je een dagje, pat pat. Part en dat game. is gewoon wat erbij hoort. Um, waar kijken we nu naar? We zitten gewoon in compressie. We zitten, uh, we zijn een beetje aan het knijpen. We zijn een beetje aan het squeezen. Midterm ben ik nu niet geïnteresseerd in hele gekke posities. Waarom niet? Omdat je hier toch echt wel range opbouwen hebt. Dit hele stuk, best wel breed meegenomen. Ik denk dat als ik hem iets verder uitzoom, zie ik nog meer. Dus eigenlijk, misschien de, zelfs dit nou, gebied ook als hierboven. Als je dat daarvoor meeneemt. Ja, ja ik denk dat het hele gebied eigenlijk. Dus echte grote swings, daar ben ik nu een beetje voorzichtig mee. Low time frame, uh, low time frame. sculptjes, day Altijd, altijd. Speel ze gewoon. Dek je risico af. En kijk of die wordt uitgestopt. Of dat je in de goede richting zit. En je moet wel gewoon blijven treden. Dat, dat blijf ik herhalen. Word niet bang voor prijsactie. Want als je bang wordt voor prijsactie, mis je de prijsactie. Ik snap hem altijd. Het is natuurlijk een oude gezegde. Cash wordt king de komende jaren. Ik denk dat het een combinatie van is. Want aan de ene kant zeg je natuurlijk cash is king. Want als je in uh, de periode dat alles in elkaar stort kan kopen, dan zit je goed. Maar aan de andere kant, als je te veel cash hebt en je hebt 17% inflatie, wordt je cash ook alleen maar minder waard. Dus ja. ik denk dat het een combinatie van beide is. Ah, weet je wat ik vind met Cash is King? Ik vind die uitspraak wel goed. Want dat getuigt van, uh, vooral als je dat uh, eind vorig jaar hebt gezegd, dat je op een gegeven moment geld achter de hand moet hebben voor economische tegenslag. En ja. die is er nu zo gekomen. Heb jij dus dat geld apart gehouden? Wat wij ook heel vaak doen om erbij te kunnen accumuleren. Dan heb je nu die koopkracht. Ja. Je, ben, je hebt wel ingeleverd op inflatie en die inflatie is insane. Dus je bent echt een stuk van je koopkracht ja, kwijtgeraakt door, door externe risico. Ja. Maar je hebt nog wel steeds je koopkracht. En we zien heel vaak dat mensen al ingaan en die hebben nu niks. Ja, verlies. En die, die kunnen niet meer bijkopen. Ja, dus ik denk dat het een gezonde combinatie van beide is. Dat je en natuurlijk cash nodig hebt om wat te kunnen doen. En uh, ook zeker wel moet spreiden in uh, investeringen. Dus ja. uh, het, is, het is een beetje van beide. Kijk, en we zijn er echt nog niet hoor. Er moet heel veel pijn nog komen. Ik heb tot op ja. Twitter ook al gemeld. Je merkt nu op de aandelenmarkten en bijvoorbeeld aan Bitcoin merk je dat de koersen dalen. Je merkt al dat de, de kost in de samenleving langs, langzaam een beetje omhoog gaat. Maar de echte pijn die wij nog voel, die wij moeten voelen als. als Samenleving, die is er nog niet. Je hebt nog niet, je hoort al heel 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 voorzichtig. Oh, de bedrijfjes vallen een beetje om. Oh, werkloosheid We en dit, ja. dat soort zaken, dat moet je horen. Ja. Uh, ...Daposto P... Uh, ...ik ga hem weer aanhalen, want er zijn gewoon veel vragen over... ...maar we zeggen het bijna elke stream... ...Daposto P, update over eToro... ...acht maanden geleden, laatste update... Nou ja, een uh, maand of tien, elf geleden geloof ik... ...zijn we dan begonnen met dalen en is alles in elkaar gestort... In de beginperiode hebben we bijgekocht... ...met dollars die we inderdaad nog achter de hand hadden, daar... ...nu kunnen wij vrij makkelijk zeggen... ...ja, laten we er wat geld bij storten, we kopen lekker bij... ...maar niet iedereen kan dat, niet iedereen wil dat... ...dus, we hebben ook al in de voorgaande streams... ...aangegeven, ja, die posities... ...hebben wij nog steeds long term gewoon vertrouwen in. Alleen, ja, je staat nu al acht maanden uh, onder water. Je staat in, of tenminste niet acht maanden onder water... ...maar je staat de laatste maanden door de situatie van het afgelopen jaar... ...sta je onder water. Dus je moet daar nu niks mee doen. En daar doen we dus nu ook niks mee. We hebben daar nog steeds vertrouwen in. Er is niks in veranderd. Ja, ik kan een update geven en zeggen... ...jongens, we staan onder water. Maar ja, daar heb je niet zo heel veel aan als een update. Dus nogmaals, geen zorgen. De posities die we daar hebben, hebben we vertrouwen in. En op de lange termijn komt dat gewoon goed. Maar nu... Ja, is het gewoon eventjes op je handen zitten en niks doen daar. Dus dat is ook wat we doen. Um, goed, zullen wij even richting uh, Intel duiken. Loos vanaf uh, 1997 staan we nu op. Dat is uh, laag. Ja, en wij zitten daar ook in positie en wij staan ook onder water daarmee. Uh, daar heb ik, uh, heb ik vrede mee. Vind ik helemaal prima. Uh, omdat ik daar lange termijn vertrouwen in heb. We zien dat we daar toen een hele brede uh, box in hebben getekend. We zijn daar ook uh, begonnen met accumuleren. Uh, ik blijf daarmee doorgaan. Waarom? Omdat ik denk dat ze. Uh, is een klein beetje fundamentele hoor. Strategisch gewoon een heel groot voordeel hebben. Je hebt nu gebakken leid tussen uh, China en Amerika. Uh, die die wapen race. Het gebeurt gewoon op het gebied van chip, chips. Het is ja. niet direct oorlogvoering. Nee, het is gewoon wie kan dadelijk de meeste chips uh, pompen. Uh, nou ja, China probeert een beetje te snuffelen aan uh, TSM. Dat zit natuurlijk in Taiwan. Uh, wat daar de uitkomst van is, ja, dat weet ik ook niet. Dat kan ik ook niet voorspellen. Uh, ik weet wel dat Intel uh, ja, heel veel geld uh, en toezeggingen uh, voorgeschoten krijgt van de Amerikaanse overheid. En dat dat toekomstperspectief er goed uitziet. Want het één ding is zeker: we hebben in de wereld hebben we allemaal chips nodig. En is. Is de chip van TSM, is de chip van AMD, of de chip van Nvidia of van uh, uh, Intel dan het beste? Ja, samen een want we hebben ze dadelijk allemaal nodig. En als, als jij nu een autofabrikant bent of iets anders, ja, dan, dan interesseert het jou geen reet waar die chip vandaan komt, als die maar werkt. Ja, en, en mensen gaan dan heel diep in op de specs. Ja, dit en dit en dit. Dat interesseert me helemaal gereden. Het gaat om vraag en aanbod. Uh, aanbod is nog zeker aanwezig. Uh, ja, we hebben het al heel vaak vergelijkt en dat blijf ik doen. Dit is olie van uh, de huidige eeuw. En dat is gewoon geld waard, want daar is vraag. Dus hier, dit zijn no-brainers. Hier moet je investeren totdat, totdat dat ding begint te stijgen. En hoe goedkoper die wordt, des te meer aandelen je krijgt, des te meer stukjes uh, van het bedrijf. En daar moet je van profiteren. Daar moet je van profiteren. Ik ga eens eventjes op de achtergrond. Want ik vind het altijd leuk als mensen daarom vragen. Kijken hoe onze ome Beel ervoor staat. Want ik heb veel reacties gehad van mensen die zeiden: Ja, uh, hartstikke leuk die ome Beel. Maar uh, afgelopen weken was gewoon racked. Ja, en dat heeft toch te maken met hoe je account is ingesteld. Hoeveel trades die kan maken. Uh, en ik ben bang dat ome Beel. En ik heb hem daar. Uh... Nu bij. Ja, Omobiel uh, zit op dit moment uh, weer in longs. En dat zijn uh, Bitcoin Longs en XRP zit hier nog steeds in allemaal shorts. Dus hij zit allemaal in Bitcoin Longs, XRP shorts, maar er staan nog steeds trades 60, 60, 60. Ja, dik 60% onder water. Dus uh, ja, we gaan het zien uh, hoe dat gaat met Omobiel. Um, Oké, okay. gaan we even kijken naar VSCO. Ja. PSCL. Een aandeel? Ja, dat is een aandeel. Shop jij wel eens voor je vrouwtje of niet? Shop ze zelf gewoon altijd. Uh, nou, beide. Victoria Sikri, jongen. Oh. oh, die oh. kent hij wel. Oh. <laughs> <laughs> Even kijken, hoe staat dat ervoor? Zo, dat ja, is. Ja, de... Er worden weinig dingetjes gekocht. weinig, weinig worden, ja. <laughs> Oké. Okay. Het is ook nog niet heel lang gelist. Dat vind ik altijd wel vervelend, dat ik dus prijsinformatie uh, niet mis, maar... Dat ga je dadelijk precies hetzelfde bij Porsche krijgen. Als dat naar de beurs gaat, je hebt, je hebt niks. Je Het is instappen op dat, weet je. Het is gewoon gokken. Ja. oh dan kijken we daar even naar. Oké, nou dit vind ik dan wel een soort van interessant. Heel erg voorzichtig, want ik weet niet waar de candles helemaal zitten. Weet je, die alignment is niet <tus> helemaal netjes. Maar ik zie wel support, 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 breakdown. Terugtesten. Oké, okay, dit is belangrijk. Level. Als we dit gaan testen. Rijd je een grote kans dat je zelfs naar een altum High gaat. Misschien zelfs. Ik denk dat hier tussen nog wel iets ligt. Maar die uitspraak durf ik wel te doen. Je ziet je een soort van hetzelfde. Alleen ja, ik heb gebrek, ik heb gebrek aan candles. Gewoon. Ik heb, da daardoor wordt. Ik kan dat vergelijken met een beeldscherm met minder pixels. Ik kan gewoon minder goed het plaatje zien. Oké, okay. die is ook wel interessant uh, voor een rotatie. Hier precies hetzelfde. Uh, ja, de bonen moet je wegblijven. Dat zeggen we ook bij altcoins. En low. daar heb je helemaal niks aan. Dat, dit geeft nul waarde. Eén wat je zou kunnen doen is low eruit testen. Die gainen en dan daar instappen. Uh, al deze uh, leveltjes die hierboven liggen zijn incompatbaar na de game. Gain. Dus gainen, high-low instappen. Gainen, high-low instappen. Gainen, high-low instappen. En dit scenario precies hetzelfde. Dus dat is dan... Uh, zo, verliezen, gainen, high-low instappen. Dat is wat we intekenen en dat is hoe het werkt. Wij gaan uh, vandaag weer eens even een blik werpen op de hedge. Zoals wij hem laatst zelf genoemd hebben. Corruit, want die is 20% onderuit gegaan. Uh, 29ste. En uh, dat heeft te maken met, uh, zeggen ze vanuit het management zelf, uh, ja, kosten die gewoon gigantisch oplopen. En, Wat is de ticker uh, daarvan? Of hoe schrijf je dat überhaupt? c o l r u i t Ah, doet niks. Kijk. Het uh, doet niks. Ja, ik zie het. Kaak, alles onder maar uh, kosten die oplopen. En uh, ze hebben een winstalarm afgegeven. Dat ja, de, wind, oh de winst Oei. zal waarschijnlijk uh, minder hoog uit gaan vallen. Omdat de kosten gewoon gigantisch oplopen. En aan de hand van dat bericht uh, is dit het resultaat. Is dit het effect. Zo, en dan ging hmm. al niet hoort. Hier een capje. Hoe hoog was dit dan van de loos? Ja, dit was wel een redelijke... Ja, we hadden het er laatst ook over van... Oké, okay, hij ja, gaat als enige ten opzichte van uh, andere supermarktketens volgens mij. Ik weet niet meer waarmee we het toen hadden vergeleken. Gaat hij best lekker. Ja, ah, dit was, heb uh... ik heel vaak al gezegd. Dat dit is het nadeel van aandelen. Ja. Die gap. Je, bent al gelijk, je komt gelijk onder die prijs. Ja. ja, wat moet je hier aan doen? Ja, je kan je niks aan doen. Je, nu, je zit gewoon trapped. Je zit gewoon in de val. En wat ze teruggetest hebben is nog ineens gek, joh, maar... Ja, ik zou zeggen, wat zit er nu hoogstens in? Letterlijke terugtesten van het gebied waar we verloren zijn. Dat is die gap. Nou, ziet er niet goed uit. Kan er niet meer van maken. Als je zo opent, ja, dan zit je gewoon in de val. Dat is het nadeel van de aandelen. Yes, yes, yes. Uh, wij gaan even kijken naar Nike, zoals gezegd. Ook uh, rood. <laughs> Ook red. Wat was er bij Nike dan? Weet je dat? Was daar iets specifieks ook? Nee, ja, eh, dat valt allemaal tegen. Uh, even kijken. Dit is nog helemaal vanuit die periode. Ja, waar zit je? Je zit. Uh, ja, echt... Ook in verband met hogere kosten. Ja, coronalevels ga je gaan. En we wisten al een een hele lange tijd dat uh, Supply Chain uh, zorgt voor problemen, alleen het effect zie je ja, daar hebben ze later pas gewoon last van. Ja, ook lagere winst, eigenlijk hetzelfde verhaal een beetje als uh, wat ik bij CallRoute uh, voorbij zie komen. Hogere kosten, lagere winstprognose uh, voor uh, wat betreft de outlook. We ja, gaan, gaan de Europese markt achterna op dit moment. En je ziet Adidas, die staat volgens mij zelfs laag. Want die is die lood zelfs verloren. Dus die staat nog lager. Maar ik vind het allebei wel interessante aandelen om uh, long-term op te pikken. hoor. Dit, ik schaar dit zelfs wel onder een. Wat ik net al heb genoemd. Uh, ja, dit zijn van die welden van die Evergreens. Dus je weet, vroeg of laat gaat dit aandeel wel weer geld verdienen. Uh, was dit hier overgewaardeerd? Ja, maar dat geldt voor de hele aandelenmarkt. Dus. Um, ook, die, ook dat komt wel weer een keer goed. Min, ja, min, een half. Ja, maar dat is een ander verhaal, Kasbutter. Hij zegt: zou je die positie dan sluiten of is het pijnleiden en vasthouden? Als jij voor de lange termijn wil investeren in Nike en je wilde op uh, 108,55 dollar, 55, wilde jij instappen op het leveltje wat daar staat. Ik geef me mijn bek maar een gooi, hè? Uh, dan had jij long term vertrouwen in Nike dan zie jij een, een, een bepaald toekomstbeeld voor je voor wat betreft Nike en dan ga je niet zeggen oké okay, nu gaat hij onderuit oh shit ga ik in paniek ja, maar oh, ik, ik, geloof, de... ik geloof niet in het sluiten van aandelenposities alleen als een aandeel als, als het bedrijf op weg is naar een faillissement dan is het een ander verhaal vroeg of laat en dat, begrijp, dat snappen mensen nog steeds niet vroeg of laat gaat een bedrijf altijd meer wens, winst maken als ik hier de, 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 de 60 jaar lange chart erbij pak dat ding gaat omhoog ja. en dat gaat dit keer niet anders zijn dat is het. Tenzij inderdaad daar fundamenteel aan het bedrijf echt iets verandert, waardoor je uh, afstand moet gaan doen van een aandeel. Ja, maar, maar ja, dat ziet er situatie... dus echt niet goed uit. En het probleem is er gewoon van, van mensen um, dat ze uh, te veel aandelen. Wat wij ook doen met Bitfavo, met spot-traden, dat... dat is heel anders ingesteld uh, gesteld als het normale treden. Dus mensen, moeten mensen denken, oh, nou, weer een, een, een simpel serietje. Nee, dat is heel anders ingesteld. Je probeert daar het risico te verlagen en minder te gaan treden. Minder treden op een manier dat wij normaal treden. Ja, en wij doen voor de serie, zoals we het in de serie ook uitleggen, juist wel iets meer omdat we het wat actiever willen houden. Maar eigenlijk doe je daar uh, meer met wat je met aandelen ook doet. Ja. Je, als het omlaag gaat, schouw je bij. Als het omhoog gaat, neem je winst. Ja. Dat is letterlijk wat we met de serie spottreden doen. En dat is eigenlijk wat je met aandelen ook moet doen. En dan op, op, op de grote plaat gewoon. En uh, als je gewoon realistisch kijkt, heeft Nike een Probleem of heeft Nike te maken met het probleem waar iedereen te maken mee heeft? Ja. en als jij dus afscheid wil nemen, nu van Nike, ja, dan moet je afscheid nemen van alles, want iedereen heeft dit probleem op dit moment, dus uh, zo moet je dat een beetje zien. En ik zou dat uh, ja, nee, maar kijk, als je, dat, had, verkopen... als je dan had willen treden, dan had je de, de loose moeten spelen, dan had je daar uh, afscheid moeten nemen, niet, niet naar dit. Weet je, dat, dat, dat slaat nergens op. Oké, okay, uh, even koeken. Wij gaan vandaag, uh, die hebben we gehad, die hebben we gehad, die hebben we gehad. Uh, Carnival kijken we even naar. Ik denk dat dat ook nog steeds Rect Gino is, maar uh, werd vandaag een paar keer aangevraagd. Ja, maar dat is een sector waar je nu gewoon niet wil zitten. Denk ik ook niet. Dat, ik denk ook niet dat het rooskleurig is. Is dat CL? Nee. Nee, CCL. Daar hebben wij een tijdje geleden al afstand oh, van gemaakt. 23 procent, ja, dat staat ja, En als die hier niet gaint, ja, dan, dan is er niks. Dus wij hebben hier toen de tijd, weet ik nog is hier best veel aangevraagd. Hebben we best wel leuke trades gemaakt. Dus dat was bijna 100%. Ja, maar dat was ook in de opleving na Corona. Ja, iedereen... iedereen dacht weer: yes, we kunnen weer. We gaan lekker op vakantie en zo. En nu is het gewoon weer een andere koek. Kijk, je kan wel uh, vakantie. Maar... als je de loos eruit tikt, dan moet er vanaf blijven. Ja. Nou, dit is inderdaad uh, vrij snel bekeken. Uh, kijken we even naar Bayer weer een keertje. En ook als die stijgt, r Dan ga je opnieuw analyseren. En dan kan je opnieuw posities inschalen. Je, je koopt niet alleen maar posities op de lose, hè. Uiteindelijk ga je dan een stukje omhoog en kijk, je kan zeggen uh, oké, okay, we staan nu hier. Ik ga alleen maar hier kopen en voor de rest koop ik nooit meer. Maar uiteindelijk, als je hier iets weet te gainen, kan je ook zeggen ja, ik ga dan weer naar deze levels kijken. Natuurlijk ja, kan je wel ook. Veel interessanter als jij met een, je, je moet wel met een trend ook meegaan ja. en niet tegen momentum in gaan zwemmen. Precies, precies. Dus je kan altijd ook weer bijkopen als hij uiteindelijk is gestegen. Alleen je koopt pas bij als hij weer gaat dalen. Dus je koopt niet zoals Chris altijd zegt op een groene candle, je koopt op een rode. En rode kendels heb je ook in een uptrend. Uh, dit is een entry, dit is een buy. Dit is een buyer, zeg je dan? Ja. ja nee, oké. Okay. Uh, het ja. het is de level staande. Dus, uh, Okidoki. Kijk, op een gegeven moment gaat, die, gaat dat momentum eruit. En dan wil je langzaam dadelijk gaan omhoog gaan curlen. We hebben het over een corona-aandeel met uh, Carnival. Maar Moderna is er ook een uit uh, die periode. En is ook vandaag aangevraagd. Ik zie sowieso wel dat, nou uh, die dan niet, maar dat uh, een aantal. ...aandelen uit de coronaperiode wel weer oké okay of een beetje groen zijn eigenlijk. Ja, maar dit is natuurlijk een hele specifieke sector. Ja. Ik ben nog steeds niet gecharmeerd van pharma. En zelfs? Ik heb me te vaak genoeg de, mijn vingers daar aangebrand. Ja, en eigenlijk is dat de les die ik van jou altijd al mee heb gekregen. Maar zelfs in coronatijd hebben wij al die tijd gezegd... ...tuurlijk hebben we ook wel eens een positie in... Uh, ...dat was niet Moderna, maar dat was de andere grote jongen in de, in de pharma. Wat was dat nou? Waar alle vaccins van gemaakt gemakkelijk... Pfizer. Pfizer hebben we positie in gehad. Uh, maar Pharma, hm, ja, het is gewoon heel onvoorspelbaar. Eén foutje of één dingetje wat afgewezen wordt, ja. ja. En dat heb je bij Galapagos, dat heb je bij Pfizer gezien, bij Moderna heb je dat gezien. Uh, dus ja, het, het is niet heel erg uh, aantrekkelijk, vind ik. Het is gewoon heel erg uh, onvoorspelbaar. Um, Oké. Okay. Kijken we even naar uh, ja, Toei. Ik denk dat het ook druk is. Dat is ook lood. Het is, het is, het is, als, het is de, de sector ja. ook gewoon. Uh, het probleem is dat soort bedrijven. die waren misschien net bezig met hun opleving. Ja, die hebben. die vliegtuigen en die boten. die, 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 die varen op hetgene wat nu duur is. Ja. ja, dan heb je gewoon een heel groot probleem. En helemaal als de vraag ook dan een beetje terugneemt. omdat de mensen niet meer heel veel centjes hebben. Of dat ze voorzichtig worden. Dat is voornamelijk het geval. Hè. Het is niet per se, dat ze, zei ik het net ook al. Het is niet per se dat de mensen nu minder geld hebben. De spaartegoeden op de banken, die zijn volgens mij uh, al te high. Het gaat erom dat de mensen niet meer durven uit te geven. En dat is hoe meestal dit soort problemen ontstaan. En dat ik ook, wat ik net al aangaf, echt de pijn moet nog komen. Dat is de pijn die je in de maatschappij voelt. Niet wat je aan de aandelenkoersen uh, uh, ziet. Dat is papier. Dat is. Denkbeeldig. Dat is geschapen door onszelf. Dadelijk echt uh, het in je portemonnee voelen. Ja, het is precies hetzelfde. Gewoon wachten tot het gaat gainen. Dat is uh, niks anders. Hoeveel... Kijk, ik vind veel. Zou ik dan een ander corona-aandeel erbij pakken waar we het net over hebben gehad? Netflix. Daar moet je nu wakker zijn. Dat heeft nu die uh, daling gemaakt. Daar hebben wij hier gekocht. Daar hebben we hier extra bij gekocht. Maar de uh, lower time frame kan je hier misschien nog steeds rekening houden met zo'n zo scenario. Maar. Uh, op de lower time frame heb ik het ook al ingetekend. Het gaat erom als je hier dadelijk gaat gainen. Dus je hebt hier die gap. Je hebt hier je loon neergezet. Op een gegeven moment ga je dit doen. Dus je gaat al iets gainen. Dat is al interessant. Als je dat hier kan herhalen, dan is dat een omkeer. Dan is dat een rotatie. En dat soort uh, signalen moet je niet, uh, uh, niet negeren. Want dat, daar, daar ligt de winst. Uh, H. Pots, wat denken jullie van uh, Max het weekend? Hamilton lijkt snel. Uh, de Mercedes zijn wel vaker dit jaar snel geweest in de eerste, tweede training. Uh, oh. Dus dat zegt nog niet zo heel erg veel. Uh, wat denk je van Max? Ja, Ik denk uiteindelijk dat hij het huis wel weer goed zal doen. Maar hoe en wat? Ja, we gaan het zien. Die Red Bull die is sowieso wel weer goed. Die is sowieso snel. Dus het podium zit er sowieso in. Wordt hij kampioen dit weekend? denk niet. Uh, maar ja, alles kan hè? We gaan het zien. Ik je vind het een heel seizoen. Dat wil je toch altijd juist graag. Een saai seizoen, dat nee, is ik, ik ga de beelden terugzoeken, heb je gezegd. Hè? Max, alleen maar wegrijden, lekker saai wereldkampioen. Nee, ik snap dat het. Ja. <laughs> maar ik wil voor de sport is het slecht. Ja, vorig jaar was het veel spannender ja. natuurlijk. Zeker weten. Zeker weten. Maar misschien uh, raakt hij titel vorig jaar nog wel Ik wil niet dat het net zoals bij uh, Schumacher of bij Hamilton wordt op een gegeven moment. Weet je, dat je elk seizoen, ja, okay, hey, Alleen maar domineren en wegrijden ja, is niet leuk. Niet leuk. Ik zie liever strijd, dat ja. is ook zo. Uh, maar dan wel binnen, met twee vingers in de neus. Dat bedoel ik, <laughs> dat heb ik wel gezegd. Nee, maar uh, titel kwijtraken van vorig jaar, wat denk je daarvan? Heb je het gelezen of niet? Dat ze met budgetplattformen ja. uh, gesjoemeld zouden hebben. En ja, zo. zelfs al zou kwijtraken, ja, dan ja. Dat is dan toch ook... <laughs> dit jaar. Voor iedereen heeft hij hem dan toch al gewonnen. Ja, dus. ja, dan nemen ze hem weg. Ja. Maar bij Red Bull hebben ze zelf al gezegd... Uh, waar maken we ons daar geen zorgen om. En de cijfers zijn gewoon goed. Dus uiteindelijk loopt het waarschijnlijk met de sisser af. Maar uh, dat gaan we zien. Um, Oké. Okay. Kijken wij nog even naar ETHW. Ik denk ja. dat het nu wel mag. En dat we er nu wel naar kunnen kijken al ondertussen. Nou, ja, daar uh, is een deur op prijsactie. Even kijken hoor. Staat dat ding erin? Ja. Um... Even kijken, wat heb ik hier allemaal mee getekend? De uur moet ik er wel bij gebruiken. Uh, oh, dit vind ik wel leuk. Even kijken hoor. Nou, het is een beetje, ik moet die eerste candle weghalen. We hebben trouwens ja. voor de mensen die uh, denken, wat is ETHW? Dat is natuurlijk het Proof of Work gedeelte wat er over is gebleven na uh, de merge van Ethereum. Uh, die werd gelist, schoot naar 40 dollar. en Iedereen kreeg daar een uh, airdrop van als je Ethereum bezitte. Uh, wij hebben de helft van die positie hebben verkocht op 26 dollar. Uh, en de andere helft van die positie, want het was een gratis positie, hè, uh, die hebben we gewoon uh, laten staan. En uh, ja, daar doen we niks mee nu. Dat laten we gewoon gaan zoals het gaat, want het is gratis geld. De winst is gepakt en uh, ja, het stuk wat er nog loopt, dat loopt prima zoals het gaat. Maar kijk, ik zie hier twee keer compressie. Ik zie hier, nou ik zie vier keer compressie. 1, 2, 3, 4. En steeds een uitbraak als gevolg. Um, je zit nu een beetje in middle, dus de middel, dus het risico neemt toe. Ik heb wel het idee als je hier boven uitbreekt, dan ga je gelijk hier naartoe. Als je hier uitbreekt, ga je gelijk hier naartoe. Dus dit is wel een beetje een make onbreak break leveltje. Moet je dan hier instappen? Ja, ik vind dat best wel laat. Er liggen hier natuurlijk nog lokaal entries. Gaan we inzoomen. Uh, hier. De rejection die is weg eigenlijk. Niet zo en dan zou je iets later erin moeten zitten. Uh, dan kan je een volume proview eroverheen gooien. Kijk, deze. Laatst nog een filmpje over gemaakt. Kijk, maar nou, dit is netjes. Er komt er iets onder, vind ik iets vervelend. Uh, als ik deze mee pak. nice, Sam. Ik ben nu ah, in Singapore voor de GP. Dat is altijd altijd leuk. leuk. Wat zijn de twee treetjes waar ik zou gaan kijken? Uh, moet je ze spelen. Ja, uh, dat is aan jezelf. Ik zou sowieso met zo'n asset een half procentje gaan doen. Uh, en dan inmeten wat de RR is. Want ik denk dat de RR wel goed is. Ja, dan heb je hier een treet. Dan heb je 50%. Dan heb je hier een short. Dan heb je ook een dikke klapper. Dus ja, het is overwegen waard. Uh, even kijken. Wat zie ik allemaal voorbij komen? Ik zie... Uh... AFCA zegt uh, waarom zou je nu de euro gaan shorten, bediendje? Nou, als je nu de euro gaat shorten ben je inderdaad wel een beetje laat. Ja, ja, nou, dat eerder moeten wezen. Nee, heel va ja, kan, heel maar... vaak zeggen wij ook: je bent te laat. er is geen de, en dan gaat hij nog een weekje door daar en zegt: ze Zie je nou wel, maar je, je RR is fucked up, weet je. Ja. Dat moet je leren. Je moet jezelf aanleren om de beste trades te nemen. Ja, maar dit, dit is hetzelfde, het laatste stukje. Als je, als ont... jij nu uh, en, en nogmaals, kan het lager? Ja, kan altijd. Ik heb geen glazen bol. Maar als je nu de euro gaat shorten, dan is het hetzelfde als dat je gaat zeggen op 60.000. Ja, ik ga hier Bitcoin kopen. Ja, ja dat beter later. Ja. En kan het hoger of kan het lager? Ja, dat kan altijd. Maar... It is what it is, jongens. Uh... Even kijken, wat zie je komen? Ja, en een saai seizoen is inderdaad niet leuk, maar ik vind het wel grappig om te zien dat Hamilton zegt. Ja, ik vind dat niet leuk hoor, als zo dominant is. Ik denk, ik ben zes uh, jaar Seriously, dominant geweest Het ja, slaat helemaal nergens op. Nee. Desktop metal zouden we vandaag weer eens naar kijken. Uh, corona-tijd we hebben we dat aandeel heel vaak meegenomen. En dat hebben jullie heel lang niet gedaan, werd er gezegd. Dus daar kunnen we wel. Dan zal het wel helemaal rekt zijn. Dat zou goed kunnen. Ik denk dat daar helemaal niks meer van over is. Even kijken. Nou, dan weet ik al genoeg. De onderste leveltjes. Hier hebben we ook nog wel een redelijke trade kunnen maken. Oh, ja. En omdat hij zo ver. Dit, dit is wel acceptabel hoor. Dit is gewoon 35%. Ja, dit is. Uh, dit is wachten tot nieuwe tijden. Ik denk niet dat mensen dit hadden verwacht toen het op de top stond. Min 96%. Dus ja. Uh, gain dit maar. Dit gebied heb je nu teruggetest. Dus daar ligt al geen trade meer. Dit zou een uh, redelijke uh, setup zijn. Hey, er, er, ja, ik zou nooit naar ja, Altmais uh, met dit soort aandelen uh, gaan uh, kijken. 80%. Dus dat zijn behoorlijk trades. Maar dit waren van die muziekaandelen. Hè? Dus dat was allemaal geweldig. En dat was de shit. Ja, ze maken nog steeds ook geen winst. Uh, is dit een toekomstig aandeel? Ja, Oeh, dat is wel een uitschieter ook. Ja, vast en zeker, maar niet op dit moment. Het was te vroeg. Oké, uh, dan gaan we nog even naar EOS USDT. En dan gaan we sowieso nog even naar Ethereum. Ik denk ook dat we binnenkort wel weer een update gaan maken over aandeeltjes. Even wat langer. Ja, dat wordt leuk. Neem hebben we een video en ook even hoe je erop kan reageren. Misschien wat defensieve, wat agressieve aandelen. Kijken hoe je daarmee om moet gaan. Oké, okay, failure. Verlies je dan nou op de bodem? Ga een stuk lager. Uh, je kan hier stand houden. Stukje liquiditeit. Maar ik zei, persoonlijk had ik lager gekeken. Dus dit kan vasthouden. Dit kan. Was niet mijn entry geweest, maar mijn entry had echt veel eerder hier gelegen. Ik denk dan dit stukje. Uh, of dat nog gaat komen, weet ik niet. Moet ik even de BTC-perm erbij pakken. Ja, dat zou overeenkomen, denk ik, met dit stukje. En ik denk wat we nu hebben teruggetest was meer dit leveltje. Er zit een beetje prijsspanning in, dat komt door de Bitcoin dan. Maar dat is dezelfde setup waar ik naar kijk. Dus er zit best wel uh, overeenkomst in. Je, je hebt daar wel een gezonde kans van een bounce. En die bounce, dat, laat, ik, laat ik hem in het midden nemen. Dat is, een, uh, dat is een behoorlijke bounce. Dus de RR is zeker aanwezig, dus dat is de trede waard. Geen probleem. Mooi. Ja, als we dat doen, dan. Ja, long term is er nog niks aan de hand. En dit vind ik ook wel mooi. Dat ze die liquiditeit alweer op gaan zoeken. Dus dat is een treetje van 30, 30, 40 procent. Ik zie uh, veel mensen zeggen: leuk Chris, aandelen, aandelen, tof. Uh, ja, goed idee. Dus oké, okay, dat, uh, dat is wel nice. nice. Um, Ethereum tegenover de dollar en de Bitcoin, uiteraard. Zoals we hem altijd meenemen. Uh, ja. Nou, Bitcoin vind ik wel leuk, want ik zie hem hier echt super hard knijpen. Ja, voor mij is dit uh, een garantie. En dan hoef ik nog wel eens een andere indicator erbij te gebruiken. Dit, dit gaat voor prijsactie zorgen. Dus je hebt hier de hele build-up uh, richting merch. Nou, dan weten we wat er gebeurd is. Uiteindelijk gewoon met een vissel, weet je. Dus een beetje doodgebloed. Ik denk fundamenteel super belangrijk. Ik denk dat heel veel mensen het onderschatten. Daar hebben er zelfs een video over gemaakt. Een superbelangrijk superbelangrijke update. Uh, long term gaat dat zeker voor prijsstijging zorgen. Uh, die zijn hier uitgegaan, de meeste verkopers. En nu krijg je uiteindelijk einddecision. Uh, ja, wat, welke kansen erop gaan, dat is voor mij niet zo heel erg belangrijk. Ik denk als we naar beneden gaan, wordt dat een goede, goede uitschieter hier naartoe helemaal. Ik denk niet dat we lokale liquiditeit gaan vasthouden. Ja, uh, misschien zou kunnen, maar het is al een keer getest. Dus ik denk dat je echt dan een flinke klap maakt. Wat is dit? Ja, min 15%. Oké. Okay. Dan moet ik daar even kijken wat het voor de dol betekent. Of ja, ik teken hem hier in naar uh, rejection. Ik denk eigenlijk als we hier omhoog gaan dan we nieuwe high- gaan uittikken. Maar dat is een beetje meer persoonlijke verwachting. Laten we het maar gewoon een normale scenario opbouw doen. Dit zijn de twee normale targets waar je naar moet zoeken als je een trade in wil. Uh, en dat doe je lokaal, hè? Dus dan ga je gewoon hier kijken naar entries. Maar ja, je zit al best wel laat in compressie. Zo, compressie. Uh, meest veilige entry voor een long en een short liggen daar. Met de targets die ik net heb gegeven. Uh, low time frame zou ik nu echt wegblijven. Dit, dit is te klein. Dit, dit is, dit, we hebben het nog ineens maar over een procent. Als we dan naar de dollar kijken. Uh, shortje niet gevuld. Waarbij die bij de bitcoin wel gevuld was. Ik zie hier eigenlijk precies ook hetzelfde. Hij knijpt hier heel erg. Kijk, dit is een overspanning van 2%. Nou, voor Ethereum is dat best wel weinig gewoon. Ik weet niet of je die dan moet laten staan. Ja. Hij zit wel goed in de afbaking, maar hij zit wel aan de rand van dit gebied. Dus als ik hier een volumeprofiel overheen gooi, pak deze hele range mee, dan zit hij lekker aan de rand. Weet je, maar dat kan wel ervoor zorgen dat hij of keihard wordt uitgestopt, of je wordt heel mooi gevuld in de week en dan gaat gelijk weer terug. Dus als je je risico afdekt. Misschien kan je, ja, je kan het beter oplossen. Je gaat naar een half procentje terug en je laat de trade gewoon staan. Wat ik zeg, niet weglopen voor de prijsactie. Uh, alleen ja, hij is gecompressed dit. Weet je, dit is echt value area. Dus de range ligt daar. Het is gewoon strak. Dus tussen de 12,90 en 13,50. Ja, dat is een hele kleine range. En daarboven verwacht ik uh, prijsuitbraak. Dus ik wil gewoon of uh, 14,50 of zo of een 14,20 zien. Uh, of naar beneden, naar beneden heb ik nog ineens een leveltje staan, 1240 nog een keer terugtesten hebben we een keer gedaan natuurlijk. 1200 ligt iets, was... ik heb uh, ja. dus straks voor, uh, ah, ja hier. ah ja, ja hier kan ook wel. Ik heb voor ah, ja. uh, platinum vanmorgen een price ah. in action gemaakt waarin ik het over ethereum had. Ah. En daar heb ik gekeken naar uitbraak bovenzijde, uitbraak onderzijde, daar ligt inderdaad ah. iets. Uh, ja ik kan nog verder naar onder tot uh, wat eventueel ook spotbuys kunnen zijn die ik zelf ook heb tot 9. 9,40 of 9,50. En aan de bovenzijde kijk ik zelf uh, naar een shortje in uh, de area die je zelf net ook aanhaalde rond 14,50. Uh, en dat wil niet zeggen dat je dan direct omlaag uh, gaat verder. Hè, maar wel een uh, reactie verwacht die je kan shorten. Uh, vervolgens kan je daarna ook de weg omhoog vervolgen. Maar je kan uh, wel je positie uh, zo afbouwen dat je daar lekker winst op maakt. En vervolgens de weg omhoog vervolgt. Wat er gebeurt weet ik niet. Maar ik verwacht daar wel reactie. Dus dat is hoe ik een beetje naar uh, Ethereum kijk op dit moment. En ik denk... Ja, short-term kan altijd. Wat jij al zegt, je swings. Ja, uh, wees daar misschien iets terughoudender mee. Maar nee, voor ik de rest, vind je kan altijd. Traden. Ik eerst mm -hmm. in die run omhoog dat Ethereum eigenlijk makkelijker leesbaar was dan Bitcoin. Als die dit doet, ja, wordt het wel lastig. Wordt troebel, ja, is ook, is ook. Waarom is short-term taal moeilijker uh, om te treden? Ja, ik weet niet. Dat is uh, zeker in het begin zo. Uiteindelijk, als je dat langer doet uh, en steeds meer ervaring daarmee krijgt, is het helemaal niet uh, moeilijker. Het is eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Uh, het is gewoon een kwestie van uh, ervaring en ermee om leren gaan. En uiteindelijk gaat dat, uh, gaat dat steeds makkelijker. Uh... <clears throat> Wat is dat? Marco, oneens met Chris. Dat, als je, oh, ja. dat je er als persoon geen invloed op hebt. Als iedereen zo denkt, dan gebeurt er nooit iets. Als veel mensen een andere kant op willen, maakt dat samen ook veel invloed. Ja, dan heb je me verkeerd begrepen. Ik bedoel niet dat je dus niks moet doen, maar ik weet dat ik zelf geen invloed heb. Dat betekent niet dat ik nog steeds niet laat horen wat ik denk. Daar zit een heel groot verschil in. Alleen ik weet dat ik geen, geen, geen invloed heb. Nee. Uh, Oké, okay. mooi. Ik denk dat we hiermee aan het einde zijn gekomen van een lekker zaterdag streampie. Uh, ik zal zeggen, ga lekker allemaal genieten van je weekend. Uh, en ja, we gaan kijken wat deze maand ons gaat brengen, wat uh, de aankomende week ons gaat brengen, want na het weekend gaat de beurs weer open en gaan we daar lekker maandag weer met z'n allen naar kijken. Voor nu zeg ik heel erg bedankt voor het bijwonen van deze livestream. Smash nog even op het duimpje, abonneer nog even op het kanaal. En onderaan deze livestream komen alle linkjes terug richting wwwdopication.nl. Daar vind je onder andere ons leerplatform, Discord kanaal, de support links, alle informatie over Platinum, alles staat op de website. Heel erg bedankt voor het kijken. We zien jullie graag volgende keer. Later. Smasters. Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are. Please be true. In other words, I.